We bekijken de volgende schuur. En van deze schuur zijn de afmetingen van de vloer 8 bij 9 meter. En de hoogte van de schuur loopt af van een hoogte van 6 meter links van de deur tot een hoogte van 4 meter rechts van de deur. En hierbij stellen we de vraag: hoe bereken je de inhoud van deze schuur? En hiervoor is het allereerst van belang om te weten wat voor vorm deze schuur heeft, namelijk een prisma. Hoe herken je ook weer een prisma en hoe bereken je dan de inhoud van een prisma? Daar gaan we het in deze video over hebben. Om te weten hoe je de inhoud van een prisma kunt berekenen, vragen we onszelf allereerst af: wat is ook weer een prisma? Een prisma is een ruimtefiguur en elk prisma heeft twee evenwijdige zijvlakken, het grondvlak en het bovenvlak. De andere zijvlakken zijn rechthoeken. In dit geval hebben we een prisma getekend met een driehoeken grondvlak. Maar zo kan de vorm van het grondvlak ook een vierhoek zijn. En bijvoorbeeld ook een vijfhoek zijn, en ook een zeshoek, zevenhoek enzovoort. Algemeen heeft een prisma een veelhoek als grondvlak en bovenvlak en verder rechthoeken die dat grondvlak en bovenvlak verbinden. In deze drie tekeningen is het grond- en bovenvlak gekleurd, maar niet altijd hoeft het grondvlak zich aan de onderkant te bevinden. Een prisma kan bijvoorbeeld ook gekanteld voorkomen, zoals hier te zien is bij het prisma met een vijfhoekig grondvlak. De ribben die grondvlak en bovenvlak verbinden, Noemen we ook wel de opstaande ribben. En de lengte van zo'n opstaande ribben, dat is de hoogte van het prisma. Bekijken we het prisma met het vierhoeken grondvlak, dan hebben we te maken met een bijzonder prisma wanneer het grondvlak een rechthoek is. In dat geval is het prisma namelijk een balk. Vandaar dat een balk een bijzonder prisma is. En van een balk weten we hoe we de inhoud moeten berekenen: namelijk lengte keer breedte keer hoogte, of anders gezegd. Oppervlakte-grondvlak keer de hoogte. En net als bij een balk waar elke doorsnede evenwijdig aan het grondvlak gelijk is aan het grondvlak, zo geldt ook bij een prisma dat elke doorsnede evenwijdig aan het grondvlak gelijk is aan het grondvlak. Vandaar dat ook voor een prisma geldt: de inhoud is gelijk aan oppervlakte-grondvlak keer de hoogte. Dus deze formule kunnen we gebruiken om de inhoud van een prisma te berekenen. Dus terug naar die schuur waar we de video mee begonnen met die gegeven afmetingen. En bij de opdracht bereken de inhoud van de schuur. Maar zoals gezegd, de schuur heeft de vorm van een prisma. En de inhoud hiervan kunnen we berekenen met oppervlakte grondvlak keer de hoogte. Maar wat is precies dat grondvlak en wat is de hoogte? Nou, het grondvlak is de voorkant van de schuur. Want bedenk, elke doorsnede evenwijdig aan de voorkant is gelijk met die voorkant. Dus voor en achterkant schuur zijn dus grondvlak en bovenvlak van het prisma. En hierbij kan je natuurlijk de voorkant het grondvlak noemen, maar bijvoorbeeld ook de achterkant. Laat we voor het gemak de voorkant van de schuur kiezen als grondvlak van het prisma. Om hiervan de oppervlakte te berekenen is het handig allereerst een schets te maken van die voorkant en deze te voorzien van letters. En we kiezen hiervoor de letters ABCD en we zetten er verder gelijk de maten bij. Om de oppervlakte van het grondvlak te gaan berekenen. Gaan we deze splitsen in een rechthoek en een driehoek door een loodlijn te tekenen vanuit C op zijde AD. En daarbij voegen we een letter E toe. Dus oppervlakte grondvlak is de oppervlakte van rechthoek ABCE plus de oppervlakte van driehoek CDE. Dan beginnen met de oppervlakte van ABCE. Dan is het gelijk aan lengte keer breedte 4 keer 9. En dan oppervlakte driehoek CDE is een half keer 9 keer 2. Uitrekenen geeft 36 plus 9 en dat is gelijk aan 45. Afmetingen waren in meter, dus de oppervlakte van het grondvak is gelijk aan 45 vierkante meter. Het tweede wat we nodig hebben is de hoogte van het prisma. Zoals al gezegd, de hoogte van het prisma is gelijk aan de lengte van de ribben die grondvlak en bovenvlak van het prisma verbinden. In dit geval dus voorkant en achterkant van de schuur. Elk van deze ribben heeft een lengte van 8 meter. Dus de hoogte van het prisma is 8 meter. En hiermee kunnen we de inhoud van het prisma berekenen. Want dit is gelijk aan oppervlakte grondvlak, 45 vierkante meter, keer de hoogte, 8 meter. En dit geeft een inhoud van 360 kubieke meter. Nou, er werd gevraagd naar de inhoud van de schuur, dus formuleer nog even het antwoord. Dus de inhoud van de schuur is 360 kubieke meter. En hiermee hebben we dus de inhoud van de schuur berekend. Dus voor het berekenen van de inhoud van een prisma geldt de formule: inhoud is oppervlakte grondvlak keer hoogte. Let hierbij dus goed op wat precies het grondvlak is. Dat was hem weer voor nu. Tot in de volgende video.